Kijken. De finale. We hebben er lang naar uitgekeken. En nu dan, eindelijk, is het moment aangekomen. Mijn naam is Sier de Vos. En in het huis naast mij zit mijn gewaardeerde collega Jeroen Grütter. En over enkele ogenblikken zullen we samen met u thuis, of waar u ook bent, getuigen zijn van de aftrap voor wat een spectaculaire finale van de Emirates FA Cup beloofd te worden. Het is Arsenal tegen Everton. Beide ploegen hebben een lange, lange... En nu snel schakelen voor de counter. Deze valt een wild geschoten. Je hoeft hem alleen maar heel subtiel langs die keeper te plaatsen. Echt zo belabberd, hè. Ik zou razend zijn als ik zijn trainer was. Schiet dan, klikt het vanaf de tribunes. Hij houdt hem wel er knap uit. Voor het doel gebracht. Granit Xhaka. Dat scheelt een stuk. Heel wat, dit schot ruim naast. Gabriel Martinelli is een mooie speler om te zien. Jeroen, wat vind jij van deze Braziliaan? Dat is een voetballer met zoveel hart voor de sport. Een enorm vindingrijke speler ook. Ik kijk daar graag naar, hoor. Eens kijken wat Gabriel Jesus van deze situatie kan maken. Martin Ødegaard. En Martinelli. Ødegaard. Misschien kunnen ze ons nog toesnellen. Deze bal, ja, die is een stuk makkelijker. Ja, de eerste redding was indrukwekkend, hoor. De doelman laat echt zien wat hij kan vandaag. Ja, en dan een mooie steekpaas. Goed gedaan van die doelman. Dat was toch een mogelijkheid om voor te komen, maar wat een heerlijke redding was dat voor de doelman. Dus hij is gelijk, maar de druk. Ja, de druk neemt toe. Oh, ik had natuurlijk niet verwacht dat ze nu al de bal zouden inleveren. Granit Xhaka. Martinelli. En Martin Ødegaard hier. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Deze pakken ze goed af. Martin Ødegaard. De speler krijgt hulp. Een bal hoor, een gevaarlijk steekballetje. Ja! De eerste treffer van deze finale brengt zo'n voorsprong. Nou, nu weten we in ieder geval zeker dat hij geen 0-0 wordt. De score is geopend. Het is 1-0. Zit weg voor Everton. Granit Xhaka. Hier is Martinelli. Wordt dit de gelijkmaker? En prima gered daar. De bal wordt voor het doel gebracht. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Vroeg in de opbouw. Alweer de bal heroverd. Everton moet het balbezit, zoals u ziet, iets te vaak aan de tegenstander. Maar doelpunten zijn belangrijk en een balbezit. En wat dat betreft, moet ik zeggen, boeren ze hier prima. Zie het, stop! Er komt een goal aan volgens mij. De doelman duikt en keert die inzet. De bal komt voor het doel. Granit Xhaka. Martinelli. Gabriel Jesus. Hier moet de kans uitkomen. Deze valt een wild geschoten. Je moet hem alleen maar heel subtiel langs de keeper te plaatsen. Echt zo belabberd, hè. Ik zou razend zijn als ik zijn trainer was.
Andros Townsend. En die paas was niet moeilijk te onderscheppen. Zinchenko. Granit Xhaka. Gabriel Jesus. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. Er komt iemand helpen. De tegenstander kan zich herstellen. En de aanval loopt al dus spaak. Voor de blessuretijd telt de vier official 1 minuut bij. Gabriel Jesus krijgt de ruimte om aan te leggen. En daarmee is die achterstand weg. Alles is weer mogelijk in deze finale. Ja, ze geven ze niet gewonnen hoor. De strijd om de FA Cup ligt weer helemaal open. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. En vervolgens is het een kwestie van uithalen. En dat doet hij met een kiezelhakschot. De doelman kan... De tweede helft is begonnen, hier op Wembley. Tom Davis, ze komen nu dichterbij. Nee, die aanval moet toch dood. Saka, verder met de steekpas. Enorme kans op een voorsprong. En goed gered daar. Een bankzitter gaat erin komen. Bij Everton. Bal naar Martinelli. Ja, mooi tegengehouden. Er lijkt zich toch het een en ander voor te doen op de transfermarkt. Nu zou Barcelona een speler willen kopen. Ik heb het ook gehoord inderdaad. Het zal me benieuwen wat er allemaal waarvan is. We zullen het vanzelf merken, Siert. Jesus! Ja hoor, doelpunt. Ze nemen de leiding door deze goal. En dat ben je natuurlijk een mannetje hoor, dat je scoort in een FA Cup finale. Ja, dat is goed voor de wedstrijd. Hiermee wordt de druk op de tegenstander opgevoerd. Het is tik, 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 tik. Wat combineren ze makkelijk zeg. En dan die paas, ook uitstekend. Die speler heeft op dat moment nog eigenlijk zijn handen vol aan zijn belagers. Maar op de een of andere manier weet hij toch aan ze te ontsnappen en op de been te blijven. En rolt hij het ook nog af. Dit is een heerlijke goal. Gabriel Jesus. Bal naar Martinelli. Hij onderschept die paas. Als volgende ontmoeting in de Premier League presenteert EA Sports een wedstrijd van Arsenal. De ploeg speelt thuis tegen Leicester City. En als deze op doel geschoten, daar had die keeper een duik voor nodig. Hij moet gaan wisselen. Corner voor het doel gebracht. Hij wordt weggewerkt. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Gevaarlijk zo'n steekpaas over de verdediging heen. En met de bal aan de voet de uitbraak. Hij zorgt ervoor dat de voorzet niet aankomt. Hij pakt hem! Ja, dit is echt een mooie actie van de doelman. En een belangrijke ook, want hij houdt zijn team daarmee op voorsprong. Maar Siert, de gelijkmaker hangt in de lucht. Hij moet daaruit kijken. Mooie plek zeg, om die bal te veroveren. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Het spel mag verder, aldus de arbiter. Hier moet de kans uitkomen. Doelpunt, hij zit erin en we staan weer gelijk. Ja, dat is ongelooflijk. Wat een geweldige wedstrijd.
is dit, joh. En het kan alle kanten op. En de stand is weer gelijk. Wat een spannende wedstrijd is dit toch. Na die tackle is het een inworp voor de tegenstander. Tom Davies. Oh, hij pakt hem. Aanval voorbij. Ruimte voor de counter. Hij stuurt zijn opponent het bos in. Ah, dat zei even al. Ja hoor, ja. Raak, hij schiet zijn bloed neer op voorsprong. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Maar vervolgens laat de keeper zich verrassen. Hij laat zich passeren in de korte hoek. Ja, dat noemen we keepersfout. Hij had die bal gewoon moeten hebben. Er wordt met man en macht gewerkt aan een goede aanval om alsnog gelijk te komen. Nee, hier mag je de bal niet kwijtraken. Zijn bedoeling was een geplaatst schot van hem. Maar geplaatst op het doel natuurlijk. Tenzij dit dan weer de bedoeling was. Maar dat mogen we gerust in twijfel trekken. Jeroen, op welke tegenstander gaat Everton zich na deze wedstrijd voorbereiden? Volgende tegenstander in de Premier League. Newcastle United. Wacht als voorbereiding. 8 minuten nog op de klok. De tijd dringt. Hij kan ver komen met de bal aan de voet. Ach nee, de tegenstander heeft de bal alweer veroverd. Thomas. Hij raakt de bal kwijt. Granit Xhaka. Schiet dan, klinkt het vanaf de tribunes. Ja, hij zit erin. En daarmee lijkt de wedstrijd recht beslist. Die trofee is waarschijnlijk binnen. Wat is dat toch een wapen, hè? Als je een tegenstander kunt uitspelen en daarna ook doeltreffend kunt zijn. Fraaie beweging en een goede goal. We trappen weer af en gaan verder met 4-2. Door de lucht. Snijdt naar binnen bij de achterlijn. In de eigen 16 afgepakt. Martinelli. En dat is dan het laatste fluitsignaal van deze wedstrijd. Ze pakken de beker. Oh, en kijk die supporters. Die gaan naar de dak, logisch. De tegenpartij heeft het nakijken. Maar zie je, ik denk al met al dat dit toch wel een terechte uitslag is. Zo dicht bij elkaar liggen allemaal. Maar als je ziet wat ze als team voor elkaar hebben gekregen om deze prijs te pakken, ja, dat is indrukwekkend. Ja, ik ben ook onder de indruk, ziet. En het stadion staat op zijn kop. Het vuurwerk knalt alle kanten op. En de spelers gaan daar door die enorme bui confetti naar het podium. Maar een felbegeerde prijs op zijn. De bokaal van de Emirates FA Cup is voor hen. Ja, langzaam maar zeker schieten woorden tekort, hè. Om bijvoorbeeld de blijdschap op de gezichten van die spelers te beschrijven. Kijk ze hossen. Kijk ze applaudisseren. Ook naar het publiek, naar de fans. Vuisten in de lucht. Dit is natuurlijk waar ze al die tijd naartoe hebben gewerkt. En dit is hun moment na een sublieme finale. Dames en heren, jongens en meisjes, hier staan de verdiende winnaars van de Emirates FA Cup. En natuurlijk worden ook de supporters bedankt. Kijk eens, ja, dat vinden ze mooi hier op de tribunes. En ook helemaal terecht hoor, als je het mij vraagt. Ja, dan voel je toch ook gewoon als speler, dat het publiek achter je staat.
Dat kan net dat ene procentje uitmaken. Procent dat het verschil maakt tussen winst en verlies. En dan het fotomoment. Kijk, ze is gelunder. Het is daar gezellig, hoor. Ja, ze hoeven vandaag geen cheese te zeggen, want die blijdschap die komt van binnen uit. Wat een blije bende is dit, zeg. Heerlijk. De speler krijgt hulp. Iedereen. Hartelijk welkom vanuit dit stadion, waar Jeroen Guter en ik, Sjoerd Vos, klaar zitten voor alle actie die komen gaat. Hier in de finale van de UEFA Europa League. Het wachten is nu op het moment van aanvang. Voor deze belangrijke wedstrijd waarmee dit Europa League seizoen wordt afgesloten. Dit is Manchester City. Is daar het gaatje voor Gabriel Jesus? Boom! Van deze finale. Het stadion staat op zijn kop. Inderdaad, zeg. Wat een ontlading hier. Bij dit doelpunt gaat een heleboel goed. En toch ook een heleboel niet goed. Eerst maar eens die paas. Ja, die is perfect. Helemaal op maat. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork. Mooie goal. City trapt af. En wat zouden ze nu gaan doen? Goed gedaan. Hij zat er bovenop. Bal naar Haaland. Haaland! Ja, hij flikt het. Koekoek! Ze staan weer gelijk. Wie had dit gedacht? Nou, ik niet hoor. En ze kunnen deze finale zelfs nog zomaar winnen. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Erling Braut Haaland. In de loop gegeven. Gabriel Jesus. Martin Ødegaard hier. Hij geeft een prachtige steekpas. Hulde. Ja, daar is hij. Daar is hij. Ze pakken de leiding in deze Europa League finale. Goal! Ja, ja. Daarmee bewijst hij zijn ploeg een enorme dienst. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten. Ja, ik mag wel zeggen, fantastische paas. Alles goed. En dan de afronding. Ja, het oog misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet. Gabriel Jesus. Leeft steekpaasje hier. Ja, dat is die redding van Ederson. Ja, alsof hij zich lanceert. Hè? De manier waarop hij naar die bal toe gaat. Schitterend om te zien. Er is genoeg ruimte voor de Bruinen. Laag voor in het centrum. Hij weet te voorkomen dat hij pas zijn eindstation bereikt. Hij zet de sliding in en pakt de bal af. Uitstekend gedaan. En hij snapt, hij moet scoren. Nou, in 2 keer valt hij binnen. Goed gekiept in eerste instantie. Maar uiteindelijk gewoon kansloos. Ja. Bedankt voor de moeite. Ja, wat moet je hier de keeper verwijten? De inzet wordt knap gepareerd. De bal leek in de verre hoek te komen, maar dan komt hij toch weer bij iemand van de tegenpartij terecht. Ja, en dan is het niet al te moeilijk meer om er alsnog in te krijgen. We trappen weer af met een stand van 3 tegen 1. Phil Foden. Een steekpaas nu van Foden. Oef, dat scheelt niks.
Maar geprobeerd, dat zeker. Gabriel Jesus. Het is een teenlengte, maar ja, ze staat buiten spel. Nog steeds met de bal aan de voet. Ja, zo'n sliding moet je natuurlijk bestraffen. Gewoon gevaarlijk. Dat zou een verschil kunnen zijn. Hij knalt hem voor het doel. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Daar is het schot. De keeper tikt hem over het doel. Manchester City krijgt een corner. Daar komt de corner van Kevin De Bruyne. Niet goed gedaan dit, zeg. Nathan Ake pikt op. Er moet wel een duik aan het komen. Niet voorgezet, maar kort genomen. Bernardo Silva. En dan Haaland. Oh, hij pakt hem. Aanval voorbij. Heel vaak hebben we Arsenal nog niet in balbezit gezien vandaag. Maar ze hebben dat balbezit blijkbaar ook helemaal niet nodig om toch een zege in de wacht te slepen. Kunnen ze hier weer voor dreiging zorgen? Ødegaard levert hier de bal in. Phillips. Erling Braut Haaland. En dan Foden. Goed verdedigd. Ødegaard. En hier is Gabriel Jesus. De bal op eigen helft heroverd. Kevin De Bruyne. Erling Braut Haaland. Miguel Almiron. Miserabele voorzet, zo in de handen van de doelman. Saka. En hier is Gabriel Jesus. Nou, de eerste helft. We gaan kijken wat deze tweede helft in de finale van de Europa League ons gaat brengen. Mooie actie. Phil Foden. Dat is Thomas Partey. Manchester City aan de bal. Hij is er voorbij. Ja, hij neemt hem. De doelman blijft weer het antwoord schuldig. En zo maakt hij zijn tweede van de dag. Heerlijke treffer toch. Wordt afgetrapt naar City. Krijgt ze hier toch vertrouwen van. Er is een teamgenoot in de buurt. Erling Braut Haaland. Dan leek City langzij te komen, maar ze verprutsen de kans. Tja, maar hoe wil je ze dan hebben? Manchester City wil wisselen. Zinchenko. De bal bij Gabriel Jesus. Oh, hij gaat zijn tegenstander voorbij. In de loop gegeven. Een zwakke voorzet. De keeper brengt een eenvoudige redding. Zinchenko. Een goed uur gespeeld. Nog een half uur te gaan. En Arsenal raakt de bal kwijt. Haaland.
Manchester City benut de ruimte en rukt op over de vleugel. Knappe volley hier. Ja, mooi getaat zeg. Zinchenko. Dit kan een counter worden. Bal naar Martinelli. Had iets kunnen worden deze counter, maar ze stranden. Martinelli. Wat een steekpas, heerlijk. Op een hoge steekbal. Uit de draai. Wat en zo brengen ze het verschil op 2. Er is nog tijd voor de tegenstander om wat terug te doen in deze finale. Maar daar moeten ze nu wel aan de bak. Het begint natuurlijk allemaal met een steekpas die tot in de perfectie wordt uitgevoerd. Juiste richting, juiste snelheid. En dan is het een kwestie van de verdediging afschudden. Niet al te eenvoudig, maar het lukt. De kans die vervolgens ontstaat wordt verzilverd. Erling Braut Haaland. Overspeeld door Bernardo Silva. Dan kan ze belagen hier afschudden. Uitekaart! Nee, deze komt niet in de richting. Jongen. Ja, je kunt wel hard schieten. Maar richt is een beetje beter. Er komt een wisselspeler in het veld. Fraaie hoge steekbal. En dan Grealish. Gewoon een keer beter. Gewoon die bal in het spel houden. Dat is helemaal niet nodig dit. Zinchenko. Bal naar Martinelli. Martinelli. Een lastige kopbal. Maar hij weet die bal te keren. Goed gekopt. Maar minstens zo goed gestopt door de doel. Manchester City gaat een nieuwe speler brengen. Al vroeg onderschept die bal. Een zwart vaatje voor Gabriel Jesus. En prima gered daar. Hoekschop genomen door Martinelli. Granit Xhaka. En deze wordt geblokt. En dan Saka. Bukayo Saka. Goed gestopt zeg. De keeper. Gabriel Jesus. Hiermee moet je uitkijken. 5 minuten op de klok nog. Op snelheid de bal ontvangen. Het gevaar nog niet geweken. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt het toch veel beter gericht inschieten. Granit Xhaka. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. Een counteraanval behoort nu tot de opties. En met de bal aan de voeten uitbrengen. Nee, die gaat er dus niet in. Ederson, knappe redding. Voor het doel gebracht. En ze hebben de bal weer. Wat een goede timing. Het is gebeurd, het is klaar. Het einde van dit duel. Ze hebben het voor elkaar gekregen. Ach, wat een prachtig moment, zie je. Voor iedereen die bij deze ploeg betrokken is. Ze hebben gespeeld voor de prijzen. En hij is binnen. Nou, Joe. Deze, trouwens jij ook, steken ze in hun zak. Echt heel goed gedaan, hoor. Er is zo weinig en er is helemaal niets op af te dingen. Dit is wat je noemt een echte teamprestatie. Het is zover. Ze gaan op weg naar het podium. Daar, op de middenstip. Spelers en technische staf en iedereen die iets te maken heeft gehad met deze geweldige oefening. Op weg naar die prachtige Europa League Boca. Zie dat podium schudden onder de juichende, springende voetballers. Ja, het was een soeverein optreden van dit team.
En nu gaan ze op onweerstaanbare wijze zo dadelijk die beker de lucht in houden. Zo mooi kan een voetbalavond zijn. En mooi, hè? Glinstering van die confetti. Maar ja, dat zal wel een zorg zijn. Zij hebben nu die cup te pakken. En natuurlijk worden ook de supporters bij het feest betrokken. Ze worden bedankt voor hun steun. Ze bleven altijd achter deze ploeg staan. En dat heeft ze op moeilijke momenten net dat beetje extra gegeven. En het publiek waardeert dat, hoor. Moet je zien hoe ze tekeer gaan. Het feestje wordt echt met z'n allen gevierd. De spelers, de staf en het publiek. Party all over the stadium. Daar verzamelen ze zich nog één keer voor dat podium. Voor dat ene fotomoment. Hier wordt geschiedenis geschreven, toch, Jeroen? Ja, zeg dat wel. Hier wordt de foto gemaakt die ze allemaal op de schoorsteenmantel zullen zetten.